Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben. Theodor Hesburgh. Goedendag, ik ben Brynowski. Welkom bij mijn YouTube kanaal. Een kanaal dat gaat over groei en positieve motivatie door middel van citaten. Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben. Theodor Hesburgh, bedankt. Jij zal je afvragen, waarom bedank ik hem? Ik ben een vader in wording. Mijn lieve vrouw, sinds die in verwachting is, denk ik bij mezelf, wat kan ik doen? Want de eerste maanden is het de lieve vrouw die alles doet. Want naast het creëren van een wonder, heeft zij ook haar dagelijkse taken. Zoals werk, ondernemen, coachen, huishoudelijke zaken, socializen. Wat kan ik doen? De woorden van Theodor hebben me nieuwe inzichten gegeven. Als ik niet direct mijn kleine kan wijzen hoeveel ik hem lief heb, kan ik het indirect doen door zijn moeder lief te hebben. Door mijn vrouw, mijn liefste, haar liefdestank vol te houden. Door haar liefdestaal te spreken, quality time. Zorg ik ervoor dat er genoeg serotonine en oxytocine aangemaakt wordt. Serotonine is ook wel bekend of beter bekend als het gelukshormoon. En oxytocine het knuffelhormoon. Ik hou van knuffelen. Ik ben een grote fan ervan. Knuffelen, hugs, brasas, abrazos. Dus wat doe ik? Ik ben aanwezig. Als mijn vrouw een afspraak heeft met de vroedvrouw, ben ik er. Ik maak ook tijd om lekker samen te eten. Of als ze op de bank is, even rustig haar voetjes masseren. En ook lekker op vakantie gaan met z'n drietjes. Ja, ja, baby moon. Door direct mijn vrouw liefdestank vol te houden, ben ik indirect bezig mijn kleine lief te hebben. Want het belangrijkste dat de vader kan doen voor zijn kinderen, is hun moeder lief hebben. Theodor Hesburgh. Vond je dit een motiverende video? Geef dan de lobby door een duimpje omhoog. Ken jij iemand die inspiratie of motivatie nodig heeft? Deel deze video met ze. Want wie weet geeft deze video hun hoop. En ik geloof, hoop doet leven. Ik maak elke week één video dat gaat over groei en positieve motivatie door middel van citaten. Dat doe jij en ik samen door eigen ideeën, gedachten en zienswijze met elkaar te delen. Dat zie ik als de sleutel voor groei. Dus abonneer of subscribe op dit kanaal om nooit een nieuwe video te missen. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Ik wens je een vreugdevolle dag toe. En zie jou bij de volgende video Lobby. Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben. Theodor Hesburgh.